paasdagen staan alweer voor de deur. En dat betekent, zoals je van ons bent gewend, weer een aantal tips uit de Hanos keuken. Speciaal voor Pasen. Nou, ik begin even met het volgende. Chocoladedecoraties. Eigenlijk altijd wel effectief, zeker voor Pasen. En dan moet je denken aan chocolade badeendjes minis. Of chocolade gele tulpen. Of dit soort kuikentjes. Nou, veel werk om zelf te maken, maar je kunt het zo bij ons kopen. Ja, en daar kun je mee eigenlijk al redelijk snel of je dessert of je gebakje een speciaal paaseffect meegeven. En zoals je ziet, als de gast dat vervolgens gepresenteerd krijgt, wordt het in ieder geval al een beetje paaserig en leuk vrolijk. Buns. Steamed buns, dus eigenlijk een soort stoombroodjes die je nog wel even in de stoomoven of in de stoommand moet bereiden. Geel van kleur, ja, dus dan ook eigenlijk voor Pasen wel heel erg geschikt. Ik stoom ze van tevoren, daarna kan ik ze relatief makkelijk beleggen. Vervolgens gaat het dekseltje erop en kan ik ze eigenlijk relatief makkelijk en warm presenteren aan de gast. Wel leuk, gele stoombroodje. Dan een tip, misschien nog een idee om met Pasen mee te serveren. Twee wijnen, zoals je op het etiket ziet staat erop Hello World. Twee wijnen uit het hart van Spanje. We hebben een witte variant, de Viognier. En de Viognier heeft geen houtlaging gehad. Dus wel heel fris in zijn smaak. Wel een beetje tropisch fruit. Vind ik een hele leuke paaswijn eigenlijk om te gebruiken. Ze zijn prijstechnisch erg interessant geprijsd. Dus je kunt er ook een beetje marge op maken. Zeker als je het met de bezorging meedoet. En de rode variant van de Hello World. Ja, dat is een Cabernet Franc. En de Cabernet Franc die heeft wel nog twee maanden op nieuw eiken gelegen. Dus die heeft toch wel een beetje dat spicy meegekregen. Maar aan de andere kant heel veel fruit. Gewoon leuke, soepele, toegankelijke wijnen. Ideaal voor je paasmenu. Maar ik heb ook leuke speciaal bieren voor Pasen. En ook die vind je gewoon in ons assortiment. Dat je voor Pasen iets gaat doen met een high tea of een high wine. High tea en scones, dat hoort wel een beetje bij elkaar. Gaat u die scones niet zelf bakken, wat ook prima is, dan adviseer ik van ja, neem dan deze scones. Die vind je bij ons in de diepvries. Die komen uit eigen bakkerij. Ik heb zowel zoet als hartig trouwens. En bij scones, ja, daar hoort, vind ik wel, echt clotted cream bij. Clotted cream, eigenlijk gestoomde room, die kopen wij in Cornwall. Daar komt eigenlijk, vind ik, de beste clotted cream vandaan. En zoals je ziet heeft hij ook echt die smeuïgheid meegekregen. Vol romig, dus als boter te gebruiken. En dat combineren op je scone met een klein beetje jam is echt heel erg lekker. Pasen en blinis. Blinis zijn eigenlijk kleine pannenkoekjes gemaakt van boekweitmeel. We hebben ze zo in het assortiment, diep gevroren. Wil je ze liever zelf maken? Dat kan natuurlijk prima. Werkt dan wel met goed boekweitmeel. Dat is deze variant. Ben je op zoek naar het recept? Die hebben wij op onze site staan. Maar je vindt hem ook op de achterkant van de verpakking. Wat wij trouwens altijd wel doen is, op het moment dat we beslag hebben gemaakt, bakken we het gewoon in een poffertjespan. Dan weet ik zeker dat ze allemaal dezelfde grootte hebben om ze uiteindelijk te kunnen beleggen met bijvoorbeeld gerookte zalm. Dan gaan we naar matzes. Matzes en Pasen, dat hoort wel een beetje bij elkaar. Kant-en-klare matzes hebben we in het assortiment, maar ik kan me voorstellen dat u liever toch even wat zelf wat doet. Moet je eens denken aan tuinbrood. Tuinbrood is dat dunne Zweedse brood, dat is flatbread. Waar je natuurlijk heel makkelijk een rolsandwich van kan maken, mooi gevuld hè, met ham of met zalm. Vervolgens kunt snijden en tot kleine hapjes kunt presenteren. Oké, dat is voor de hand liggend. Maar wat misschien veel leuker is, als je dat tuinbrood in de oven bakt, dan krijg je eigenlijk je eigen matzes. Dat kun je doen door ze bijvoorbeeld in te strijken met een spicy saus, of de saus die je zelf wenselijk vindt. Insmeren, dan bakken op 180 graden. En dan krijg je een soort krokante, spicy crackers eigenlijk. Dus eigenlijk je eigen gemaakte matzes. Wat misschien ook nog wel een idee is, als je de tuinbrood rond uitsteekt en je bakt ze even in zo'n wafelijzertje, dan kun je ze daarna heel makkelijk vormen. En dan krijg je eigenlijk een soort takeltjes op deze manier. En dat presenteren wij dan weer door ze te vullen met bijvoorbeeld wat gerookte zalm. En dan heb je eigenlijk matzes voor de Pasen, maar dan toch een beetje van jezelf. Dat is wel erg leuk, dat doe je met tuinbrood. Nou, we blijven even in het broodverhaal nog, want ja, oké, Pasen en lunch en brunch, dat ligt natuurlijk erg dicht bij elkaar. Ik vind het zelf erg lekker altijd om in die periode te werken met briochebrood. Dit heeft wel mijn voorkeur. Dit is briochebrood van Karel Siegert. Het heet penknip en ik vind het leuk omdat je echt dat boterhammodel erin hebt zitten. Wat ik wel doe is dat ik er altijd plakjes van snij van tevoren. En die toast ik al eventjes in de oven. Dat vind ik ze net wat lekkerder, wat mooi krokanter. En daarna dan beleggen we ze eigenlijk naar keuze zoals je dat wil.
blijven ook best mooi lang krokant. En op die manier kan ik het ook vrij gemakkelijk serveren aan de gasten. Het leuke daarvan is, aan die kleine plakjes brood kun je ook meerdere smaken maken. Dus dan heb je ook een rijkelijke presentatie uiteindelijk voor je paasmenu. Eieren. Eieren en paas, oké, dat hoort wel een beetje bij elkaar. Ook voor de hand liggend natuurlijk. Niks raars aan trouwens. Siliconen mallen. We hebben een siliconen mal 3D in de vorm van een ei. Hij is net zo groot als een normaal kippen-ei. Gebruik het vaak om een dessert in te maken in de vorm van een ei. De krokante laag maak ik dan van cacaoboter, zodat je ook echt die schaal mee kunt eten. Ik heb ook een kleine variant siliconen mal in de vorm van eieren. Die gebruiken we eigenlijk meer voor bonbons, pralinees en dat soort zaken. Dan hebben we ook nog gekleurde eierschalen, leeg. Eigenlijk relatief eenvoudig om hier je hapjes, je salades en dat soort dingen in te presenteren. In meerdere kleuren in ons assortiment. Dan het gouden ei. In het assortiment vind je zo bij ons op de patisserieafdeling. Halve eieren van pure chocolade en die zijn goud geairbrust. Wat ik doe is eigenlijk, ik vul ze af. Daarna, om er echt wel een eimodel in te krijgen, doe ik één van die eieren. Die doe ik op de achterkant van een warme pan even smelten. Daarna plak ik ze tegen elkaar. En vervolgens kan ik ze dan ook zo presenteren als ware het echte eieren. Voor het dessert bijvoorbeeld. En dan crack a smile. Een beetje humor rondom Pasen. Siliconen mal ook, om bijvoorbeeld een ei in te bakken. Maar dat kan ook een pannenkoekje zijn of een blini. De mal in de pan, je mengsel erbij in en bakken. En vervolgens als je dan eraf haalt, ja, dan heb je in ieder geval een beetje een vrolijk Pasen te pakken. En dat is erg leuk op bijvoorbeeld een sandwich. Dit waren wat ideeën, wat suggesties, maar lang niet alles. Ons team, onze chefs, hebben ook nog een aantal ideeën bedacht met en van eieren. En dan moet je denken aan krokante eieren, eieren gebakken uit de oven of bijvoorbeeld gedroogde eidooien die we gaan raspen. Nou, wil je nou nog meer informatie, wil je nog meer ideeën, meer inspiratie, kijk dan even op onze site.